Dus dit jaar is het erop en eronder. En daarom is het zo belangrijk voor de, zoals Jensen het mooi zegt, de griezels, om die controle terug te krijgen over het informatiedomein. Dus als dat niet lukt, ja, dan is het verloren. Voor Agenda 2030 betekent niet dat wij veilig zijn, maar dan is Agenda 2030 niet meer mogelijk. De tijdslijn, als dit eenmaal ingaat, dus we krijgen nu een battle in de informatiesfeer. Als dat wordt gewonnen, dus stel dat het verdrag van de WHO doorgaat, het Europees Parlement onder controle blijft en dat Biden of zijn de puppetmaster van Biden aan de macht blijft. Ja, dan komen al die andere economische maatregelen in de loop van 2025. En dan verwacht ik dat je 1 januari 2026 een beetje vastzit. Dan wordt het heel lastig om daarna nog iets van een plan B of een plan C te regelen. Maar uiteindelijk, als dit plan doorgaat, ja, dan ben je natuurlijk nergens ter wereld veilig. Dan is het slechts een kwestie van waar hou je het langst uit. Kan jij iets vertellen over hoe jij zo'n oorlogssituatie voor je ziet? Tussen aan de ene kant Rusland en aan de andere kant NAVO? Of wat staat ons te wachten, denk je? Denk jij er ook wel eens over na om uit Nederland te vertrekken? Omdat bepaalde ontwikkelingen hier niet bepaald gunstig lijken te zijn? Ben je op zoek naar een plek in de wereld waar jij jouw leven kunt blijven leven zoals jij dat zelf wilt? Maar weet je niet goed waar je dan precies naartoe zou willen gaan? Mijn naam is Pim van Rijswijk. En ik heet je van harte welkom bij een goed gesprek bij de Springplank voor Vertrek. In deze podcast zal ik verhalen ontsluiten die verteld mogen worden. Verhalen die jou zullen informeren en wellicht enthousiasmeren. En die kunnen dienen als jouw springplank voor vertrek. Welkom, dames en heren, bij deze alweer 19e aflevering van de videopodcast. Een goed gesprek bij de Springplank voor Vertrek. Vorige week hebben we gesproken met Henry Maas, met zijn vastgoed activiteiten in Hongarije. Leuk interview. En vandaag hebben we niemand minder dan Willem Engel. Willem, welkom. Dank je voor de uitnodiging, Pim. Leuk dat ik hier een keer mag komen. Ja, leuk dat je er bent. Hoe gaat het met je? Gaat goed. Net een beetje bekomen van de reis. We hebben 3 dagen gereden naar Portugal. Dat doen we elke paar maanden. Dan rijden we heen en weer. Helaas is het weer hier net zo slecht als in Nederland, maar de komende week zeggen ze dat het beter wordt. Kijk, hey, jij bent net gearriveerd, maar je hebt ook nog in de laatste dagen dat je in Nederland was nog een juridisch iets gedaan, een zaak gehad, geloof ik. Ja, we hebben, en dat was ook de reden waarom we terug moesten naar Nederland, onder andere. We hadden 3 rechtszaken. Eén over de QR-code, daar waren we alleen maar ondersteunend. Dus daar komt op 1 mei dan eindelijk een uitspraak. Hopelijk zullen de rechters recht spreken en verklaren dat de QR-code, of het coronatoegangsbewijs, onrechtmatig was. De week daarna had ik een zaak van een arrestatie van mijzelf van 10 oktober 2020. Die werd eindelijk inhoudelijk behandeld. Nou ja, inhoudelijk behandeld. De rechter had het stuk nog niet helemaal goed doorgelezen. Dat gaf hilarische beelden. We hebben alles vastgelegd met dank aan Potkaars. De teneur is duidelijk. Het OM vindt dat ik ongehoorzaam ben. En de rechter vindt dat ook. Ze weten alleen nog niet wat ik dan precies heb fout gedaan. En als ik dan vraag van, ja, maar waarvan word ik nou precies beschuldigd? Ja, maar die discussie gaan we niet met u aan, meneer. Dat zijn letterlijk de woorden van de rechter. Dus ik raad iedereen aan om die zaak nog eens terug te kijken, want het is gewoon hilarische televisie. Het is echt surrealistisch. En afgelopen week hadden we de zaak tegen mijn verloofde. Zij was een van de gedaagden van de demonstratie van 28 maart 2021 op het Museumplein. Toen zijn er meer dan 300 mensen gearresteerd. En die worden nu strafrechtelijk nog steeds vervolgd. Dat was ook een hele bijzondere zaak, want er zijn al meerdere vrijspraken gevolgd. Dus het OM heeft geen redelijk belang meer, omdat ze niet meer kunnen winnen. Toch zet zij in meer dan 80 gevallen door om al die mensen zoveel mogelijk achter de broek aan te zitten, want zij zijn ongehoorzaam geweest. Ja, dus die ongehoorzaamheid loopt een beetje als een rode draad door al die rechtszaken. Ja, daar komt het eigenlijk. Hey, wat doet het met jullie? Wat doet het met jullie? Nou, het
meerdere dingen. Aan de ene kant vind ik het debat vind ik heel erg leuk. En de rechtszaal is ook een soort podium waarop je je punt kwijt kan. Mijn verloofde Dorien, die vindt het een stuk minder leuk. En die heeft er wel genoeg van. En dat is ook een van de redenen waarom wij veel in het buitenland zitten. Omdat we het gevoel hebben dat het regime in Nederland ons nooit meer met rust zal laten. He, zodra deze zaken zijn afgerond, dan komen ze gewoon weer met de volgende. Want ik heb dat bij Jeroen Pols en bij mijn broer gezien. Die zijn daar nu al 10 jaar mee bezig. En elke keer als je wint, dan zit er een addertje onder het gras. En dan krijg je bezit nog steeds niet terug, et cetera. Dus dit is een voor de mensen die denken dat er een rechtsstaat is, veel plezier. Maar ik heb genoeg gezien. Ja. Ja, Jeroen Pols heb ik natuurlijk al in de podcast gehad. En erg interessant interview gehad. En ja, hij heeft zijn plannen om te vertrekken naar... Maar niet alleen zijn plannen. Hij is al vertrokken naar Paraguay. Ja, ik spreek hem dagelijks. Nou, daar gaat... Ja. Ja, hij is enorm opgeknapt. Stuk minder gestrest. Mooi. Het weer en het politieke klimaat doet hem erg goed daar, ja. Ja. Ja, vandaag gaan we het ook met jou hebben over het onderwerp vertrekken uit Nederland. En dan gaan we eigenlijk bespreken van, ja, wat is de reden dat je vertrekt? Waar ga je naartoe? Hoe is dat proces verlopen? En waar zit je nu? En hoe zie je de toekomst voor je? Met name die toekomst ben ik heel erg benieuwd naar jou ook. Hoe zie je die tijdlijn eigenlijk de aankomende maanden, de aankomende jaren? Want veel mensen... En daarom is dit natuurlijk ook een interessant onderwerp. Dat zien we bij Weltschmerz, die er aandacht aan besteedt. Thierry Baudet heeft er aandacht aan besteed. We hebben natuurlijk die MVO. We hebben die, nou ja, van alle kanten zie je dat mensen bezig zijn met het nadenken, voorbereiden over het vertrekken uit Nederland. En wat vind jij daarvan? Hoe kijk je daarnaar? Ja, met een dubbel gevoel natuurlijk. Veel mensen vertrekken omdat ze eigenlijk denken dat het leven ergens anders beter is. En normaal zou je zeggen, Nederland, zoals we dat tot een paar jaar geleden kenden, was een land waar veel mogelijkheden waren en waar het leven goed was en comfortabel en waar je in ieder geval veilig waande ten opzichte van dictatuur en mensenrechtsschendingen. Nou, dat is drastisch veranderd. En dat heeft voor heel veel mensen... de vraag opgeworpen, zoals ik hem samenvat, should I stay or should I go? Wil ik deze strijd aangaan en er het beste van maken en een beetje hold my ground? Hè? Dus zeggen van, ik ben in Nederland, ik ben Nederlander en ik laat dit niet van me afpakken. En die instelling die begrijp ik heel goed hoor. Zeker als mensen kinderen hebben, dan is het niet makkelijk om alles op te pakken en weg te gaan. Maar het andere... is ook waar. Ik hou zelf heel erg van reizen en gelukkig Dorien ook. Dus wat corona met ons deed, was ons eigenlijk een beetje vastpinnen in Nederland, terwijl we normaal veel meer zouden reizen. En nu dat weer kan, maar we nog steeds wel worden lastiggevallen door een regime wat naar onze mening daar mee door zal blijven gaan, is het ook logisch om dat reizen weer op te pakken. Dus het is niet zozeer direct, nou, ons vastleggen op een volgend stukje. En we zitten nu in Portugal, maar we hebben ook een appartement in Fuerteventura, dus Canarische eilanden, en een appartement in Thailand. En dat sluit aan bij onze persoonlijke behoeften. En ik denk dat dat voor iedereen dus ook een afweging is. Aan de ene kant van, zie ik het leven in Nederland zitten? Aan de andere kant, wat wil ik met mijn leven? Wil ik gaan reizen? Wil ik in een andere cultuur wonen? Etcetera. Dus ik kan niet zeggen, het een is beter dan het ander. Wat ik wel kan zeggen is dat aan de ene kant het heel verdrietig is misschien dat veel mensen zich niet meer thuis voelen in Nederland. Aan de andere kant is het ook een soort versnelling om je dromen achterna te gaan. He, dus het is ook een enorme enerverende tijd waarop je wordt gedwongen datgene te realiseren waar je eigenlijk misschien heimelijk naar verlangde, maar het niet deed omdat het zo comfortabel was. Mm-hmm. Een soort katalysator eigenlijk. Het is absoluut een katalysator, ja. Je moet bewegen
En in welke richting beweeg je dan? Ja. Nu, weet jij als geen ander hoe de toekomst er ongeveer uit gaat zien in de wereld, maar helemaal natuurlijk in Nederland. 100% zeker weten doen we dat natuurlijk niet. En ook niet wanneer iets precies gaat gebeuren. Maar ik denk dat we allemaal wel aardig een beeld hebben van wat er ongeveer op ons af gaat komen. Kun je daar iets van schetsen? Hoe die tijdlijn de aankomende jaren er ongeveer uit gaat komen te zien? Ja, ik denk dat we 2 of 3 lijnen in de gaten moeten houden. Agenda 2030, dat door de EU, de NAVO en ook de nationale regeringen strak wordt gevolgd, heeft natuurlijk al een soort eindpunt in zich. Hè? Dus in 2030 moeten al die programmapunten gerealiseerd zijn. Nou, dat geeft ons ook een beetje een indicatie van hoe lang hebben we nog voordat we ons helemaal niet meer kunnen verplaatsen. In het geval dat het regime zijn zin krijgt en dat men dus heel erg passief achterover blijft leunen totdat het zover is en dan is het gedaan met privacy, mensenrechten en eigendom. De andere kant, en dat is waar ik toch wel voorzichtig optimistisch over ben, is dat doordat zoveel mensen zich hebben uitgesproken, en daar was corona natuurlijk een enorme katalysator voor, is dat er zoveel pushback is dat het globalistische plan en een soort one world government met een technocratisch, maar vooral autoritair bestuur waarbij de mens niet meer mag stemmen, want dat is niet meer nodig, maar waarbij die wordt gepeild over wat die zou willen kopen en waar er behoefte aan is. Dat toch een beetje van het pad raakt. We zien steeds meer landen, en dan vooral in de Global South, dit herkennen als een nieuwe vorm van kolonialisme. Er is weer de westerse wereld met de Verenigde Staten voorop en Europa als adjudant, die met allemaal regels komen. Denk aan carbon neutral, CO2-budgetten, digitale identiteiten. Dus wij gaan weer regels opleggen aan de rest van de wereld. Dus er is heel veel pushback, vooral uit de landen die wij tot voor kort de ontwikkelingslanden noemden. Afrika. Waardoor, ja, Afrika, Zuid-Amerika, Azië. Waardoor ik niet denk dat het plan zal slagen. Maar dat betekent niet dat Europa en de Verenigde Staten al veilig zijn. Wat we zien in de oorlogshitsing die echt tot ongekende hoogte wordt gevoerd. Ik vind het in veel gevallen erger dan met Joegoslavië of Irak. Die doen het ergste vermoeden dat nu de coup dreigt te mislukken, Europa en de Verenigde Staten, maar vooral Europa, in een oorlog verwikkeld raakt, waardoor toch heel veel schade zal optreden en je niet meer veilig bent, of in ieder geval niet zeker bent van je verworvenheden en je eigendommen binnen de EU-grenzen. Ja. Kan jij iets vertellen over hoe jij zo'n oorlogssituatie voor je ziet? Tussen aan de ene kant Rusland en aan de andere kant NAVO? Of wat staat ons te wachten, denk je? Ja, de NAVO wil heel graag doorescaleren. En dan moet je denken aan de Baltische Staten, Polen misschien, Wit-Rusland, Moldavië, Georgië. Dus eigenlijk al die landen, die voormalig Sovjetlanden, daar zal door worden gestookt om dat front zo breed mogelijk te maken. En om Rusland uit te dagen om te happen. We hebben dat 2 jaar geleden al gezien in Kazachstan. Toen was er ook een coup-poging. En vorig jaar was er ook een schermutseling tussen Azerbeidzjan en Armenië. Armenië voelt zich sterk verbonden met Rusland. Maar wat mij opvalt is dat vooralsnog Poetin en Rusland niet happen. Dus in hoeverre lukt die escalatie vanuit de NAVO weet ik niet. En vanuit die optiek denk ik dat Israël het plan B is in het oorlogsscenario. Israël wordt natuurlijk als wel eens betiteld als het vliegdekschip van de Verenigde Staten binnen het Midden-Oosten. Een lokaal conflict
tussen Israël en Gaza, of eigenlijk Hamas, maar geheel Gaza wordt verantwoordelijk gehouden, is steeds verder aan het uitbreiden. Nu worden er doelen getroffen in Syrië en in Libanon. Met name Iraanse doelen, of in ieder geval dat is het voorwendsel. Dus ook daar wordt geprobeerd om er een regionaal conflict van te maken. Om zo'n breed mogelijke crisis te creëren. Nou, is dat nog niet direct bommen op Rotterdam? Of West-Europa is niet direct een militair doelwit. Maar wat niet is, kan nog komen. En dan moet ik vooral denken aan cyberaanvallen, aan terroristische aanvallen, aan verstoringen van de economie, et cetera. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik denk dat we een derde wereldoorlog direct zullen ontketenen. Maar er zal wel veel chaos ontstaan. En die chaos is nooit in het voordeel van de burger. En een ander aspect ervan is dat misschien wel mensen, jonge mensen worden gestuurd naar het front. Hoewel ik dat een scenario vind wat onwaarschijnlijk is op dit moment. Ja. In hoeverre sluit jij 100% uit dat Poetin onderdeel is van dit hele spel? Nou, dat sluit ik zeker niet uit. Poetin zat in het eerste klasje van Klaus Schwab, hè, de global leader, samen met Merkel, Sarkozy en Bill Gates. Hij kent het, en Orbán trouwens, die zat ook in dat klasje. Dus al deze mensen kennen elkaar al jaren. Is hij gewoon gecast als de bad guy, als de boogeyman? Dat zou kunnen. Aan de andere kant lijkt het me onwaarschijnlijk dat er op zo'n niveau wordt gemanaged en geanceneerd. Ik denk dat we veel meer te maken hebben met invloedssferen en machinaties en spelers die opportunistisch ergens een slaatje uit willen slaan. Ik zie het World Economic Forum ook niet als de dirigent van alles, maar veel meer de marketing- en netwerkorganisatie van de krachten daarachter. En dat is met name de Amerikaanse deep state. Mm-hmm. Ja. Ja, ik heb er wel eens bedacht. Ik denk, ja, als ik een scriptschrijver zou zijn, en ik zou het allemaal van tevoren mooi kunnen uitschrijven in een heel mooi script, ja, dan had het dit wel zo kunnen zijn. Met een Poetin die wordt geëtaleerd als de bad guy, om daarmee Oekraïne helemaal leeg te vegen. En uiteindelijk klaar te maken voor een heel nieuw doel wat ze met Oekraïne voor ogen hebben. Wat het ook mogen zijn, maar daarvoor moet het wel eerst helemaal worden leeggeveegd. Ja, die ontvolking. Ja, het is al eerder gepoogd, hè, door Hitler en daarvoor door Stalin met de Holodomor. Oekraïne blijft een geopolitiek bijzonder strategische locatie. Het is de connectie tussen de Great European Plain en de Zwarte Zee. Het heeft heel veel grondstof en een hele vruchtbare grond. Dus het is eigenlijk door de hele geschiedenis een cruciaal stuk land wat grote mogendheden altijd willen hebben. En dat is deze keer niet anders. En of dat door een 1-2'tje is, dat is niet eens nodig. De oorlog ontstaat altijd om de Oekraïne. Ja. Wat is het tijdslijn die we nu hebben? Mensen die zijn natuurlijk aan het nadenken, zien allerlei dingen op zich heen gebeuren, maken plannen, plan A, plan B, misschien wel plan C van crisis. Voordat we zo meteen gaan kijken naar wat voor landen daarvoor geschikt zouden kunnen zijn. Maar wat is een tijdlijn die mensen nu, waar ze rekening mee kunnen houden? Ja, ik heb het hier natuurlijk vaak over met Jeroen Pols. Wat we nu hebben gezien met de censuurwetten, dus de Digital Services Act, de European Free Media Act en de Digital Market Act, dan worden er lokaal allemaal wetten aangenomen omtrent hate speech. En afgelopen januari was er in Davos bij de World Economic Forum Regaining Trust of Restoring Trust, wat erop neerkomt, een nog hardere bestrijding van desinformatie. Dat is het plan voor dit jaar. Dit jaar is de WHO die gaat stemmen over het pandemisch paraatheidsverdrag en de amendementen van de internationale gezondheidsregeling. Dan hebben we in juni
de verkiezing van het Europees Parlement. En dan hebben we in november de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dus dit jaar is het erop en eronder. En daarom is het zo belangrijk voor de, zoals Jensen het mooi zegt, de griezels, om die controle terug te krijgen over het informatiedomein. Dus als dat niet lukt, ja, dan is het verloren. Voor Agenda 2030 betekent niet dat wij veilig zijn, maar dan is Agenda 2030 niet meer mogelijk. Als je kijkt naar de wetten, Jeroen heeft het ook veel over... Is het daadwerkelijk spannend? Is het daadwerkelijk spannend voor ze nu? Ja, het is daadwerkelijk spannend voor ze, ja. Oké. Ja, want... Het is geen gelopen race. Het is absoluut geen gelopen race. Sterker nog, ik denk dat het helemaal niet goed gaat voor de mensen die Agenda 2030 als een soort stepping stone in het grotere plan Agenda 21 hebben. Waar dit eigenlijk op neerkomt, zover ik het heb geanalyseerd, is dat we te maken hebben met een deep state in de Verenigde Staten, bestaande uit het Department of Defense, de CIA, de State Department. En na het interview van Mike Pence werd inderdaad mijn vermoeden bevestigd dat ook de Department of Homeland Security daar een hele grote rol in speelt. Niet Mike Pence, maar Mike Pence. Het interview met Tucker Carlson bedoel ik dan. Deze spelers die zijn nauw verbonden met Big Pharma via DARPA en BARDA. Moderna is eigenlijk een start-up van het Amerikaanse leger. Maar ook als we kijken naar social media, Google, Facebook, die zijn nauw verbonden met de inlichtingendiensten in de Verenigde Staten. En dat wordt full spectrum dominance genoemd. Dus de new battlefield is the mind. Zo wordt het door veel generaals ook verwoord. Als je wil domineren, dan gaat het niet meer om staal en bommen, maar dan gaat het om informatie. Dan gaat het om wie kan de werkelijkheid vormgeven. En daar is de deep state van de Verenigde Staten zeer geavanceerd in. Die hebben ook heel veel middelen hiervoor ingezet. Maar ondanks dat, ondanks die enorme inspanning, merk je dat er heel veel informatie doorkomt. De laatste 2 jaar is Twitter daar heel belangrijk voor geweest. Maar ook de website Substack. Maar wat dat allemaal drijft, is het individu die zich groepeert in het verzet, zou je kunnen zeggen. Dus zo hebben we elke donderdag Zoom-gesprekken met artsen, wetenschappers en advocaten over de hele wereld. Om informatie uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden. En je ziet dat verzet tegen WHO-verdrag bijvoorbeeld echt enorme proporties heeft gekregen. En dat er steeds duidelijker wordt gezegd van het komt in het gevaar. En dan wordt er natuurlijk proberen te verkopen van ja, maar dat is heel slecht voor de wereld. Maar ik denk dat dat heel goed is voor de wereld. En ook Europa zie je de nationale parlementen. Nou, Hongarije was al afvallig. Polen is dan weer onder controle gebracht door de PIS uit te schakelen. Maar het is nog steeds een hele grote partij, de grootste partij in Polen. Zweden en Italië zijn centrumrechts afgezwaaid. Front National in Frankrijk is enorm. Hier in Portugal heeft rechts enorm gewonnen. In Spanje zijn de verkiezingen keihard vervalst, waardoor Sanchez nog mocht aanblijven. In Nederland hebben we de PVV gezien. Eigenlijk zie je het over de hele breedte dat politiek het sociaal-liberalisme, zeg maar de hoofdstroming waar de spil is Macron, De Croo en Rutte. Die zijn daar de nationale leiders van de Renew Europe, van Verhofstadt. Dat is ik noem het de neofascistische partij, maar dit zijn de liberalen in het Europees Parlement, noemen ze zichzelf, wat eerst de ALDE heette, de ALDE. Die zijn aan het verliezen. En die behouden ook geen meerderheid, ook niet met de confessionelen erbij. Oké. Dus hoopvol, als ik het zou Ja, en ook Trump staat op winst. Dus alle drie de fronten, de Verenigde Naties in de vorm van de WHO, die stemming, die staat er slecht voor. Europees parlement staat er slecht voor de globalisten. En de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten staan. Ze staan overal onder water. Dus wat kunnen ze nu nog doen? Als ze alle drie verliezen, is het over en uit. Vals spelen? Nou ja, en vals spelen hebben ze natuurlijk al heel veel gedaan. Ik heb meerdere rechtszaken gevoerd en daar ook aangetoond dat in 2021 er fraude is gepleegd
bij de Nederlandse verkiezingen. Het staat allemaal op videowaarheid.nl. Daar houden we onze dossiers bij. Ook in de Verenigde Staten is inmiddels vastgesteld, het is absoluut gefraudeerd in 2020. Daar is eigenlijk geen Amerikaan meer die daar aan twijfelt. De Nederlandse media weigert daar onderzoek naar te doen, maar de relevantie van de oude media is ook enorm gereduceerd. Dus kijk, je kan één keer met briefstemmen en met social media een verkiezing stelen. En dat is ook heel effectief gedaan in 2020 en 2021 onder de deken van COVID en maatregelen. Om dat nog een keer te doen, nu mensen zo alert zijn, denk het niet. We hebben vorig jaar hebben wij met de controle verkiezingen, dat is een samenwerking tussen Voor Waarheid, Police for Freedom, Ik de Burger, dan vergeet ik er nog een, maar en Samen voor Nederland. Die vier organisaties hebben de handen ineengeslagen en zijn de verkiezingen gaan controleren. Dus we hadden meer dan 1000 vrijwilligers bij de stemlokalen om de fysieke stemmen te controleren. En we hebben gezien, zowel bij de provinciale statenverkiezingen als bij de nationale verkiezingen, dat er misschien wat onregelmatigheden waren, maar er is geen grootschalige fysieke fraude gepleegd. En dat laat ons zien dat het risico, het afbraakrisico met de fraude, dat het niet meer opweegt. Als ze gepakt zouden worden, dan zouden ze een enorme opstand ontketenen. Dus ik verwacht niet dat ze het kunnen doen deze keer. Even terug naar de tijdlijn. Ja. Er zijn dus een aantal dingen die dit jaar gebeuren. Hoe lang hebben mensen nog om gewoon vrij uit te kunnen reizen en het land te kunnen verlaten? Ja. Als we kijken naar bepaalde regelingen, wanneer die ingaan, zowel op lokaal als op Europees niveau. En dan denk bijvoorbeeld aan het CBAM of de Nationale Emissieautoriteit, dus de NEA. Dat zijn allemaal plannen vanuit de Green Deal. En dat gaat dan over... Wat is die CBAM? CBAM is Carbon Border Adjustment Mechanism. Daar staat CBAM voor. En dat gaat dus over dat je alles wat je importeert en exporteert, dat je daarvoor moet compenseren. Dus daar moet je koolstofinvoerrechten voor betalen. Ja, het is een fantastisch slavensysteem waarmee je dus eigenlijk elke importeur en exporteur onder controle brengt. Want de emissierechten die worden elk jaar kleiner. Dus je krijgt een soort stoelendans. Er worden eerst certificaten verkocht, maar dat wordt per bieding gedaan. En elk jaar worden er minder certificaten uitgegeven, waardoor het een afvalrace is, een soort stervensbegeleiding. Maar wat betekent het concreet dan, Willem? Ja, dat wordt altijd doorgerekend naar de consument. Dus wat concreet gebeurt in directe lijn, is dat de kleine importeurs en exporteurs het onderspit delven. Dus het is een uitschakelen van het midden-kleinbedrijf. Nou, dat hebben we ook al gezien met de financiële crisis. Hè. Dat noem ik ook wel de big shakeout. Alle kleine banken werden opgegeten door de grote banken. Dat zie je hier ook. En die grote multinationals, die vormen letterlijk een fascistisch systeem met entiteiten zoals de Europese Unie, die zich steeds meer als een supranationale regering opstelt. En die bepalen samen de regels. En daar hoort dan de SDG's, kennen we van Agenda 2030. Wat het op bedrijfsniveau betekent, zijn de ESG's. Dus Environment Social Governance. Oftewel, bedrijven gaan overheidstaken overnemen. En als ze dat doen... Maar wat betekent het? Hè? Die CBAM. Het gaat over het importeren van dingen buiten Europa. Ja. Dus wat dat betekent, dus als jij... Als jij vanuit Nepal kleding importeert, dan moet duidelijk zijn hoeveel CO2-uitstoot die kleding heeft gekost om te maken. En dan moet jij dat betalen om die kleding te mogen importeren. Dus er komt een enorme importtaxmuur om Europa te staan. En de vraag is of bedrijven nog willen exporteren naar Europa, omdat ze niet meer kunnen concurreren. Dus die import-export die wordt heel erg aan banden gelegd. En het perverse systeem is dat elk jaar strenger wordt. Mm-hmm. Volgens mij hagelt het een beetje bij jou.
Ja, het waait hier flink. Ik zit in een tent. Ja. Ja, beide. Het hagelt inderdaad en het waait. Ja. Je hebt een beetje een campinggevoel zo. Ja, nomaden. Hè? Wij zijn nomaden nu. Ja. Ja. Het tweede effect, dus het uitschakelen van het kleinbedrijf. Het onder controle brengen van het grootbedrijf. En eigenlijk het samenwerken, het stakeholder capitalism. Maar het tweede effect is dat die prijs wordt doorberekend. Dus alles wordt duurder voor de burger. Dus we hebben dadelijk een eigen CO2-budget. Maar we moeten ook nog eens, al die producten, daar is ook al een CO2-heffing over geheven, die de consument moet betalen. Dus het is ook een directe verarming van producten die we hier gebruiken. En denk je dat wij niet meer mogen reizen op een gegeven moment? Ja, dat staat ook helemaal uitgewerkt in die plannen. De vluchtreductie moet 50% zijn volgens mij bij 2035 en 90% bij 2050. Dus de 2030 is een stappenplan en 2050 dat is de horizon. En daar wordt dan gekscherend of lovend over gedaan net zero. Dat is het sleutelwoord. Totaal van de gekken natuurlijk. Net zero is totaal onmogelijk. Het zijn fetischisten die in wezen een anti-mens agenda aanhangen. De echte ideologie hierachter is neo-Malthusianisme. En dat gaat over geboortebeperking en het terugbrengen van de wereldbevolking. Maar daar hebben we nog een hele uitzending los van over nodig. De tijdslijn, als dit eenmaal ingaat. Dus we krijgen nu een battle in de informatiesfeer. Als dat wordt gewonnen, dus stel dat het verdragen van de WO doorgaan, het Europees Parlement onder controle blijft en dat Biden of zijn de puppetmaster van Biden aan de macht blijft. Ja, dan komen al die andere economische maatregelen in de loop van 2025. En dan verwacht ik dat je 1 januari 2026 een beetje vastzit. Dan wordt het heel lastig om daarna nog iets van een plan B of een plan C te regelen. Dus eigenlijk dit jaar is een cruciaal jaar om te kijken hoe het kwartje valt. Ja. Als het kwartje verkeerd valt, zul je in 2025 volgend jaar dus zullen alle plannen worden uitgewerkt. In even snel tempo. Waarbij je in 2026 een grote kans hebt, of eind 25, 26, om er nabij dat het doek valt. Ja, dat is in het worst case scenario. Dat is hoe wij het zien. Ja. Nou, dan hebben we dat een beetje voor de bril. Hè? Nu gaan we eens kijken naar zo'n plan B waar je het over hebt. Hoe moet een plan B eruit zien? Ja, afhankelijk van wat je wil met je leven. Wil je nog op rijafstand zitten van je familie? Ja, dan wordt het lastig om naar Zuid-Amerika te gaan. Want dan ben je altijd afhankelijk van de luchtvaart. Ook eilanden. Hè, ik ben heel erg gehecht aan de Canarische eilanden. Maar zelfs dat wordt al lastig. Je kan het wel met de boot doen, maar het is niet zo makkelijk. En het is heel makkelijk te stoppen, zo'n boottocht. Het duurt toch 30 uur ongeveer met de boot. Dus dan zit je vast aan het vasteland. Waar naartoe? Als je de boot neemt van Spanje naar de Canarische eilanden, is ongeveer 30 uur. Als je verder gaat en dan buiten de EU, want binnen de EU, als al die plannen lukken, dan Hongarije biedt echt niet genoeg weerstand en Zweden is net zo woke als de rest. Dus dat zijn illusies. Wij zitten nu in Portugal op het platteland en het voordeel dat we daarbij hebben is dat er heel veel land is waar we zonnecellen op hebben. Dus we zijn energie self-sufficient. Er zijn boreholes, dus we hebben ons eigen water. Er is vruchtbare grond en er zijn allemaal boomgaarden al. Nou, op die manier hebben wij in onze eerste levensbehoeften voorzien. De lokale bevolking hier doet veel aan ruilhandel. Veel winkels in de buurt hebben niet eens een pin. Die doen alles cash. En daarmee heb je in ieder geval een aantal jaar extra ten opzichte van de fijnmazige infrastructuur van Nederland bijvoorbeeld. De autonomie in Nederland wordt heel lastig. Kan je onttrekken aan de bemoeienissen van de staat in Nederland? Ik denk dat dat een illusie is. Maar uiteindelijk, als dit plan doorgaat, ja, dan ben je natuurlijk nergens ter wereld veilig.
dan is het slechts een kwestie van waar haal je het langste uit en waar kan je het langste verzet blijven leveren. Onze keus nu voor Portugal is ook een mix. Eigenlijk omdat we daarmee vrij makkelijk naar Nederland kunnen rijden. Dus nog met één been in Nederland staan en één been in de autonomie in Portugal. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook een plan C. En dat is Thailand. Dat is helemaal buiten de EU. Met de auto is het theoretisch mogelijk, maar het wordt wel heel ver rijden. Dus dat is niet een serieuze optie. Dat wordt toch vliegen. Maar het is een totaal andere jurisdictie. En sinds 2015 kan je daar de grond niet bezitten, maar wel het vastgoed. Hè, via de Condominium Act. Ja. Dus op die even manier over die. Ik denk dat Paraguay ook een hele goede plan C optie is voor mensen. Ja. Ik denk dat heel veel landen buiten de Europese Unie of buiten Europa. Maar eventjes terug naar Portugal. Hè. Je zegt in feite dat een van jouw basisvoorwaarden is het kunnen voorzien in je eerste levensbehoeften. Absoluut, ja. Voedsel, water, wat ruilhandel, wat vlees. Energie. En energie. En dat lukt veelal beter in een Zuid-Europees land dan in een Noord-Europees land waar de helft van het jaar de zon niet schijnt. Ja, dus het is lastig. Het is lastig om je eigen energie op te wekken in Noord-Europese landen. En heel veel energie gaat zitten in het jezelf warm houden. En kijk, als je in de oudheid kijkt, alle grote culturen die zijn ontstaan rond de Middellandse Zee en eigenlijk over de hele wereld heen. Hè. De Meso-Amerika, Midden-Oosten, China, is allemaal dezelfde hoogte op de wereldkaart. En dat is niet voor niks, omdat daar een optimum was aan gemiddelde temperatuur. Er spelen nog allerlei andere dingen mee, maar dat de mens extra energie nodig heeft om zonder een vacht zich warm te houden. En ook met kleding in het noorden, zeker Noord-Europa, heb je gewoon hout nodig of iets anders wat kan branden waarmee je jezelf warm kan houden. Ja, ja. Dus inderdaad, in dat pakketje van levensbehoeften zit energie en daarmee de zon zit daarin. Is dat dan ook iets wat jij zou aanraden als een van de eerste tips of adviezen? Van als je dus kijkt naar een plan B scenario plek, ga dan op zoek naar een plek waar je in ieder geval daaraan kunt voldoen. Zo optimaal mogelijk. Ja, absoluut. En dat is een mix, hè, want op het moment dat je in Afrika zit, nou, dan heb je helemaal geen stookkosten, want daar is het warm genoeg. Maar ja, dan ben je misschien wel heel erg afhankelijk van de local chieftain. En als die denkt van jouw bezit, dat vind ik wel interessant, dat pik ik in. En dat is geen fictief verhaal. Dat heeft Jeroen Pols in zijn verblijf in Tanzania meegemaakt. Dat hij daar een robijnmijn had en die werd ingepikt. Ja, en dan sta je daar zonder leger, dan kan je daar niks tegen doen. Dus het is een mix van invloeden en overwegingen. Ja, ja. En nu, heel veel mensen kiezen ook voor Spanje en Portugal. Denk ik ook om die reden. Wat maakt Portugal voor jou anders dan Spanje? Ja, Portugal is meer een backwater. Is minder ontwikkeld. Heeft minder pretenties ook. Ik denk dat Spanje, zeker onder Sanchez, wat echt een dictator is. Op dit moment zijn de Spanjaarden wel veel actiever overigens in het verzet dan de Portugezen. Maar Portugal is een beetje het uiteinde van Europa, zonder dat daar een ander continent direct aan vast zit. Dus het heeft strategisch minder belangen, zolang Europa één is. Het is hier ook veel groener, er is veel meer neerslag. Hè, waar je in Spanje toch afhankelijk bent van watervoorziening, als het droog is, dan heb je een probleem. Dat is in Portugal bijna niet voor te stellen. Zeker niet hier in het binnenland is het water in overvloed. En de lokale economie, het is hier denk ik net zo bureaucratisch als Spanje. Maar toch minder ontwikkeld, zeker op het platteland. Dus wat ik net al zei, hè, dus de veel winkels die alleen nog cash hebben en helemaal geen pinmogelijkheden.
Ja, ik ben er zelf ook eens doorheen gereden, naar Portugal. En wat me toen opviel, is dat er zo ontzettend veel landbouw was. En iedereen had eten. Iedereen verkocht eten. Langs de straat had je eten. Ik denk, ja, hier komen mensen niet zo gauw om van de honger. Nee, dat is eigenlijk uitgesloten. Ja. Ja, en hier hoef je ook niet per se zelf grond te gaan verbouwen. Want er is zat. Ze komen het je gewoon brengen. En het zou voor een, wat voor world organization dan ook, en niet mogelijk zijn om al die mensen weg te ruimen of op te ruimen en al dat land af te pikken. Zoals je Nederland natuurlijk wel heel makkelijk kan doen. Door de wetten hier en de regels omtrent erfenissen, hebben we hier echt te maken met een enorme verkaveling. Elk stukje land is 3 keer opgedeeld en heeft 20 erfgenamen. Dus om dat te onteigenen, nou, dat is een weerwar, daar is eigenlijk niet aan te beginnen. Er wordt hier ook vrijwel geen successierecht betaald. En al die stukjes land, als er geen dak op zit, dan hoef je ook geen kosten te betalen aan de staat. Hè. Dan staat het te boek als een ruïne. Dus die ruïnes die blijven gewoon in de familie. En het gaat van generatie op generatie over. En zo krijg je dus dat sommige stukjes land wel 20 eigenaren hebben. Ja, om dat te onteigenen, en dat gaat dan echt over mini-stukjes, ja, dat lukt gewoon niet. En dat is mooi. Hè, dat... Wat heb je nog meer tips die je mensen zou meegeven over hun plan B-proces? Ja, wat ik denk ik het belangrijkste vind, is dat je eerst bij jezelf nagaat van wat zijn je wensen, wat zijn je doelen, wat is je roeping? Daar hebben we misschien nog te weinig over gehad, maar die roeping is voor mij heel erg centraal. Toen ik van de wetenschap overschakelde naar dansen, dat was een roeping. Dat was niet een heel erg rationeel proces. Ik voelde gewoon dat ik met mijn leven iets anders moest gaan doen, namelijk dansen. Daar ben ik 12 jaar met ziel en zaligheid dag en nacht mee bezig geweest, totdat COVID kwam. En toen kreeg ik een nieuwe roeping. Dat is namelijk me uitspreken voor mensenrechten. En daar zit ik nu nog in. Maar na 4 jaar dat gevecht hebben geleverd, voel ik ook wel dat er een ander stukje van mijn leven weer meer prominent naar voren komt. En dat is het leven zelf. En wat simpeler leven. Meer in de natuur zijn. Meer bezig met de werkelijkheid in plaats van de informatiesfeer. Dus dat is het belangrijkste. In het CDA noemen ze dat herbronnen. Ik vind het boek van Paulo Coelho, De Alchemist, vind ik daar een heel mooie beschrijving over geven. Even kort samengevat. Eventjes, ik heb het boek gelezen, maar eventjes voor degene die het boek niet kent. Ja, dat is het gaat over een jongen en die gaat op zoek naar een schat. En dan reist hij de hele wereld over, bij wijze van spreken. En uiteindelijk komt hij weer op de plek uit waar hij begon. En daar vindt hij de schat. En de moraal van het verhaal is dat je die roeping moet volgen. En dat je dan misschien wel uitkomt dat datgene wat jij het liefste wil, of waar je naar op zoek bent, jouw schat, dat die niet ergens ver weg ligt, maar heel dichtbij. Maar dat proces is voor iedereen een persoonlijk proces. Dus er is geen het beste land of de beste methode. Er zijn mogelijkheden en die proberen we met programma's als deze helder te krijgen en mensen te begeleiden in dat afwegingsproces van wat wil ik in het leven? En als ik er dan uit ben, hoe wil ik dat? Welk land wordt dat? En op welke manier wil ik dat doen? Wil ik dat samen met mensen doen? Wil ik dat in mijn eentje doen? Etcetera. En dat is alles wat we kunnen doen. Ik raad iedereen aan om zijn hart te volgen in deze. Er zijn twee dingen die ik even tegen wil aanhouden. Het begrip community, het leven in een community. Hoe kijk je daar tegenaan? Want de vraag is denk ik begrijpelijk, hè, voor je, omdat veel mensen het misschien wel een beetje spannend vinden om weg te gaan. En graag wat aansluiting zoeken bij Nederlanders het liefst. En samen dan die sprong te maken. En misschien wel ergens samen een nieuwe Oranje Vrijstaat te creëren. Ja, dat begrijp ik heel goed.
En die gesprekken hebben wij hier natuurlijk ook. Veel mensen vragen Freedomville, zoals het hier heet. Het dorp van Nadia en Thijs en Doreen. Die hebben het gevoel van, ja, oh, wordt daar dan een commune gesticht waar ik dan ook kan wonen? Ik snap de vraag wel, maar dat is niet waarom dit is opgezet. Het is hooguit waar je even kan terugtrekken, maar dit is niet een commune. Dit is een vakantiepark in wording waar mensen vakantie kunnen houden. Er zijn initiatieven die als een commune zich ergens willen vestigen. Persoonlijk ben ik daar niet zo van. Ik vind het ook een beetje tegenstrijdig, maar dat is mijn afweging, hè? Ik vind het tegenstrijdig om weg te gaan uit Nederland, omdat we daar minder autonomie en zelfbeschikking hebben, en dan onze zelfbeschikking en autonomie over te hevelen aan de wil van een kleiner groepje. Ja. Maar nu eventjes een variant daarop, hè? Niet dat je per se in een commune hoeft te gaan wonen, maar meer dat je met elkaar afspreekt dat je ergens in een bepaald gebied gaat settelen. Dat kan een streek zijn bijvoorbeeld van een bepaald land. Dat iedereen wel gewoon voor eigen rekening en risico zijn eigen broek ophoudt. Maar wel dat je in de nabijheid leeft van wat gelijkgestemden. Ja, dat gebeurt eigenlijk automatisch. Denk aan de Japanners in Sao Paulo bijvoorbeeld. Het is een enorme Japanse community in Brazilië. En de Duitsers in Paraguay. De Nederlanders, wat je net al zei, in Zuid-Afrika. Dat zijn stromen die op gang komen. En of de Chinezen in San Francisco. Dat komt op gang. En omdat je daar dan al mensen kent, is dat hetgene waar je als eerste naartoe wordt aangetrokken. En zo ontstaat er een community. Niet een commune, maar een community. En dat is hier in Portugal absoluut ook het geval. Vandaag was ik een paar boodschappen aan het doen en ik word door een Belg en een Nederlander in verschillende winkels aangesproken van, hey, ik volg je podcast, leuk dat je hier ook bent. En dat gebeurt bijna dagelijks. Zoveel Nederlanders en Belgen zitten hier al, maar vooral Nederlanders. Er is al echt een community ontstaan hier. En ja, het is niet per se typisch Nederlands, maar mensen in den vreemde zoeken elkaar toch een beetje op, omdat je dezelfde achtergrond hebt. Het makkelijk is om in je eigen taal te spreken, herinneringen ophalen, spreken over hoe het nu daar is. Dat is van alle tijden. Dat zie je in migrantengroepen altijd. En in Nederland ook, hè? Turken die elkaar opzoeken, Chinezen die elkaar opzoeken of Marokkanen die elkaar opzoeken. Ja. Zou Portugal wat jou betreft zo'n land kunnen zijn? Of wat zou de beste streek zijn in Portugal om dat aan te wijzen voor zo'n community? Ja, waar wij nu zitten is in die zin, als je niet per se naar vakantie op zoek bent, maar naar autonomie en zelfbeschikking. Het binnenland van Portugal is eerst ontvolkt. Dus de lokale overheden staan te springen om herbevolking, zeker uit Noord-Europa, want dat zien ze toch als hoog ontwikkeld en veel geld. Dus je wordt hier met open armen ontvangen in die zin. Er is hier van alles. En als mensen denken van onbevolkt, nou ja, het is niet helemaal onbevolkt. Elke 5 kilometer is er wel een dorpje. Er wonen alleen nog maar een paar oude vandaag. En dat is wat ik bedoel met onbevolkt in Portugal. De infrastructuur. En wat voor streek praat, waar heb je het dan over, Willem? Over welke streek of provincie of regio heb je het dan? Nou, dat zit als je tussen Porto en Lissabon het binnenland ingaat. Dat is waar wij zitten, rond Castelo Branco. Dat heet ook Castelo Branco, deze streek. Mm-hmm. En het is veel goedkoper dan meer ontwikkelde gebieden. Ja, dus het stedelijk gedeelte, dus tussen Porto en Lissabon, is veel ontwikkelder, maar ook duurder. Algarve, prachtig. Als je op zoek bent naar vakantiebestemmingen, is Algarve een van de mooiste plekken in Europa, vind ik. Maar als je op zoek bent naar een betaalbaar land en vruchtbaar land met veel water, dan is dit een hele goeie. Ik denk dat je qua Want je autonomie zegt, er is genoeg water daar. Het is niet droog of bosbranden. Bosbranden zijn er wel.
Dat is iets waar je in heel Portugal rekening mee moet houden. Maar dat is echt alleen in de twee zomermaanden. Dus juli, augustus, een klein stukje september en that's it. Dus wat we hier hebben gedaan rondom de tent is een zone van 50 meter, alles gekapt. Dus we waren midden in een bos en nu is het bos weg, bij wijze van spreken. En dan hebben we heel veel stookhout voor de koude dagen. Altijd weer die Hollanders, hè? Altijd weer die Hollanders. Ja. Maar dat zijn dingen die merk je als je hier settelt. Hoe je met vuur omgaat is heel anders dan in Nederland. De bosbranden zijn hier een ding. Aan de andere kant, buiten die maanden is het heel nat. Dus er zit genoeg water in de grond. Je kan hier bijna overal. We zitten hier op een paar honderd meter hoogte. En je hoeft maar 30 of 40 meter diep te graven. En dan heb je water te pakken waar je gewoon uit kan putten. Mm-hmm. En kan drinken. Nou, er moet wel een heel filtersysteem voor, maar het is een okay. Landbouwstreek, dus overal kan je de benodigde apparatuur en gereedschappen kopen. Ja, ja. Mooi. Ja, ik denk dat is een mooie omgeving. Ja, zeker als je van ongerepte natuur houdt, bosgebied en bergachtig. Het is een specifieke smaak die je moet hebben. Het is geen strand. En het is ook niet het cosmopolieten van grote steden. Dus het is wat je wil. Kan je iets vertellen over waar je nu zit bij de zus van Doreen? Mm-hmm. Wat hebben zij daar? Wat doen ze daar? Wat zijn ze aan het creëren? Wat hebben ze gecreëerd? Ja, dit is het dorpje heet Mayadil oorspronkelijk. En dat is 50 jaar geleden verlaten. En de oorspronkelijke bewoners zijn dus 5 kilometer verderop gaan wonen. We hebben er enkele ontmoet en die zijn ook heel blij dat dit dorp weer tot leven wordt gewekt. En het is fantastisch omdat zo'n oud vrouwtje van 80 per ruïne aanwijst van die woonde daar en dat gebeurde daar en daar stonden de koeien en daar stonden de schapen. Er zit dus nog heel veel kennis van de lokale bevolking kan gebruikt worden om dit dorp op te bouwen. En als ik zeg dorp, het zijn in totaal volgens mij 14 huizen. Of 20 huizen op een gebied van iets van 14 hectare. Dus het is echt een gehucht. Verlaten een tijd en nu is een groot deel daarvan opgebouwd. Thijs en Nadia, dus Nadia is de zus van Doreen, die wonen hier nu 2 jaar. En die draaien dit project voornamelijk. Dus wij zijn een beetje aangehaakt. En zij hebben hier echt alles ingestopt wat ze hebben. Volgens mij hebben ze 3 jaar geleden samen met hun vader, dus Nadia en Doreen, hebben dit stuk grond gekocht. Met het idee van, we gaan er misschien wat mee doen. En dat kwam sneller dan verwacht. Dus Nadia en Thijs, dat waren succesvolle horecaondernemers in Amsterdam. Die hebben alles verkocht en hun boeltje opgepakt, alles in containers gepropt. Volgens mij wel 10 van die zeecontainers volgeladen en verscheept hier naar Portugal. Aanstaande augustus gaat het open en dan is hier plek voor ongeveer 50 vakantiegangers. Dus er is een restaurant gebouwd, een zwembad gebouwd. Er zijn voor ieder wat wils, dus je kan een hele kleine cabana huren onder het zwembad. Of een heel appartement waar je met z'n vieren in kan zitten. Maar dat is het idee. Dus dat het en dat heet met de vergunning heet dat Turismo Rural. Dus het is een boerenbedrijf. Het is boerenlandschap. Hè. Dus we hebben overal nog de boomgaarden, de fruitgaarden, de wijngaarden. Die lopen door het hele dorp heen. Het zijn eigenlijk een soort 3 valleien die in een rivier uitkomen. Die worden weer in ere hersteld. En omdat er dus veel boerenwerk is, kan je dat mixen. En dat is een specifieke vergunning in Portugal. Met een toeristische bestemming. Hey, als mensen daar meer over willen weten. Of misschien wel er naartoe zouden willen gaan als het klaar is. Waar vinden ze meer informatie over dit project? Freedomville. Dus Freedomville, dat is de naam van dit project, of dit dorp is herdoopt, hè, van Mayadil naar Freedomville. En daar kan je veel vinden. Nadia die komt binnenkort naar Nederland en geeft een hele presentatie over dit project. En er zijn ook een paar mooie artikelen verschenen in het Noord-Hollands Dagblad volgens mij en in de Groene Amsterdammer. Dus daar kan ook
gekeken worden hoe ver dat project is. En er is ook een eigen YouTube-kanaal dat ook Freedomville heet van Nadia en Thijs. En daar kan je heel mooi zien hoe het getransformeerd wordt. Want een van onze vaste videomensen, Anton, die hier ook zijn eigen stulpje in de buurt heeft, die heeft het hele proces vanaf het begin tot nu gefilmd en maakt daar videorapportages van. En hoeveel mensen kunnen er totaal zo meteen overnachten tegelijkertijd? Ik dacht een stuk of 50. 50. Oké. Dus stel dat we met we gaan een aantal excursies organiseren. En een aantal reizen gaan we organiseren. Ook met de deelnemers van MVO, 12 april. We gaan onder andere naar Andalusië. Daar zit Maarten Erasmus met zijn sinaasappelproject. Fantastisch. En ik denk dat we meerdere reizen en excursies gaan organiseren. Dus wellicht is het een idee om te zeggen, we huren het af voor een paar dagen met een groep wakkere ondernemers. Dat kan zeker. Ik denk dat Nadia en Thijs daar echt open voor staan. Die vinden dat hartstikke leuk. En er is altijd een mouw aan te passen, want, dat vond ik natuurlijk erg leuk, een van de valleien is nu ingericht voor de vrijwilligers. Daar staan dus een aantal caravans permanent en is uitbreidbaar met grote tipi-tenten, waardoor er nog een keer 20 mensen bij kunnen. Dus er is altijd genoeg ruimte. En dat gedeelte heet Camping Fort Oranje. Met een dikke knipper. Ah, wat leuk. Fort Oranje. <in Nederland. laughs> Mooi, hè? Hey, dat is mooi. Wat is jouw eigen videokanaal? Will Do Freedom. Ja, klopt. Dat heet Willem Doreen Freedom. En dat gaat veel meer nog over het leven. Dus daar doen we regelmatig vlogs en updates over onze projecten in Nederland. Als het over rechtszaken gaat, als het over bouwen gaat in Portugal of Fuerteventura. Nou, kort geleden is daar Thailand bijgekomen. Dus dat is veel breder dan alleen het verzetwerk. Het gaat echt over hoe leef je je leven. En dat is te volgen op willdofreedom.com. Ja, oké. Dus als mensen meer willen weten over jullie reis en stappen en zaken waar je mee bezig bent en wat je wilt delen, kunnen ze naar die website. Dan als laatste, je tipt het al even aan, Thailand. Mm-hmm. Dat is jullie plan C. Ja, dat is ons plan C, buiten Europa. Ik denk dat iedereen een optie buiten Europa nodig heeft. Thailand liep natuurlijk wel in de pas en dus voor veel mensen was dat een beetje van moeten we dat nou wat doen? Volgens mij is er vorig jaar nog geopperd om toch nog een soort COVID-certificaat in te voeren in Thailand. Nou, dat was na één dag van tafel. En het heeft ook te maken met dat de kroonprinses een hersenbloeding heeft gekregen. Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, als gevolg van de injecties tegen corona. Nou, Bhakti, Sucharit Bhakti, is Thai en die zit ook bij ons in het team van Doctors for COVID Ethics. Hij is een van de founders daarvan. Die heeft natuurlijk vanuit zijn Thais, volgens mij heeft hij nog steeds de nationaliteit en zijn emeritus hoogleraarschap van de Universiteit van Mainz. Hij kent ook de Sahins, de founders van BioNTech persoonlijk. Hij heeft er geen hoge pet van op trouwens. Heeft hij contact met de lijfarts van de koninklijke familie. Dus daar is veel uitwisseling over. En ik denk dat Thailand inmiddels vrij kritisch staat ten opzichte van het hele WHO gebeuren. En wat ik net al zei, ook qua eigendom, sinds die Condominium Act die erdoor kwam in 2015, heb je daar ook meer rechtszekerheid qua bezit dan bijvoorbeeld Indonesië, waar je geen land kan bezitten. Nou, en die dingen samen waren voor ons van belang. En daar zit er nog één ding bij. Kijk, Doreen heeft de eerste levensjaren in Hongkong is ze opgegroeid, omdat haar vader daar een baan had. Dus voor haar is Zuidoost-Azië ook een soort tweede thuis. En hebben we gekeken naar Hongkong duidelijk niet. Dat is teruggegeven aan China natuurlijk. Maar Bali of Thailand. En uiteindelijk is het Thailand geworden, met name door deze twee redenen. Ja, mooi.
Ik hoop dat je er vaak naartoe kunt, maar dan gewoon om daar lekker vakantie te vieren, zonder dat je daar naartoe hoeft te gaan om van je plan C gebruik te moeten maken. Want dan, dan ziet de wereld er weer heel anders uit. Maar goed, je hebt het mooi uitgedacht. Wat doe je nog in Fuerteventura? Ja, dat was een project. Want daar zat je vaak? Ja, daar, ik hou echt van de Canarische eilanden. Dat is mijn tweede thuis. Ik vind dat woestijnachtige, maar dan toch overal dicht bij de zee zijn, vind ik heerlijk. Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura. Ik hou van al die eilanden. Ik heb daar in 2019 een stukje land gekocht. Met het idee om dat te gaan ontwikkelen en daar een danscentrum of retraitecentrum te starten. En toen kwam COVID. En kwam het allemaal op de lange baan. Tot vorig jaar. En zijn we daar naartoe gegaan. Daar heb ik Doreen meegenomen. En direct een appartement gekocht. Want het bouwen daar is net zo traag als in Nederland. Daar moet je allemaal vergunningen voor hebben en aanvragen en lokale overheden die er dan weer wat van vinden. Dus ik wacht nog steeds op de bouwvergunning. En ondertussen hebben we daar wel een appartement, dus vlakbij dat landje wat ik daar heb, waar we kunnen vertoeven. En dat is ook een hele fijne plek. Het enige waardoor ik toch ben gaan twijfelen is dat ik steeds meer ontwikkelingen zie. We hebben het concept Smart Cities hebben we inmiddels gezien vanuit World Economic Forum. Daar doen ze nu een versie mee op de Canarische eilanden. Dat heet Smart Islands. En als dat doorzet, ja, dan ben ik bang dat de Canarische eilanden toch niet de beste keus zijn. Ondanks dat ik het een fantastische omgeving vind en een heerlijke cultuur. Ja, maar goed, dan kan je het verhuren waarschijnlijk. Wat je dan hebt gekocht. Precies, dat kunnen we verhuren of verkopen. En, ja. En daarom sowieso raad ik mensen aan, los van het verblijf of de vestiging, om altijd te kijken naar of je je bezit kan spreiden. Een deel goud, misschien crypto, vastgoed. En het op die manier zorgen dat je niet door een bank zomaar klem kan worden gezet. Wat vind je van crypto eigenlijk en bitcoin? Ja, ik heb er zelf niet zoveel mee, maar Doreen en Nadia die hebben een portefeuille met een paar valuta. En de crypto's staan nu heel erg hoog, dus hun inleg is verdrievoudigd volgens mij. Ja, dus ik snap wel dat het aantrekkelijk is. Alleen ben ik heel huiverig. Als ik het niet vast kan pakken, dan... Willem, ja. even complotdenkers onder elkaar. Ik zie het als volgt voor me. Die griezels willen een CBDC invoeren. Centraal gestuurd, maximale controle, maximaal et cetera. Gekoppeld aan een digital identity. Dus ze hebben je helemaal klem. En al die decentrale crypto-uitvindingen is wat dat betreft 180 graden, staat 180 graden op hun plan. Dan kan het toch niet zo zijn dat ze iets toelaten te ontstaan in de afgelopen jaren vanaf 2009, wanneer die bitcoin is geïntroduceerd. En nu zag ik in de AD weer op de voorpagina dat die bitcoin familie ten tonele werd gebracht, omdat ze zoveel geld hadden verdiend met die bitcoin. Waarvan ik dacht van ja, dat is allemaal promotie voor die bitcoin. He, dus we weten dat alles wat in die kranten staat, het is altijd, wat er wel staat moet er niet staan en wat er niet staat dat moet er wel staan. En er wordt zoveel aandacht besteed aan die bitcoin, dat je daardoor al moet denken automatisch, dat kan niet zo zijn dat die bitcoin een lang leven is beschoren. Dat weet ik niet, maar wat wel duidelijk zo is, is dat het natuurlijk fictief is. Dus het heeft geen intrinsieke waarde. Het is wat de gek ervoor geeft. Als de economie instort, dan verliest Bitcoin sowieso zijn waarde. Grond behoudt veel meer waarde, omdat het een intrinsieke waarde heeft. En zelfs goud, omdat het fysiek te bezitten is, heeft meer waarde dan Bitcoin. Het kan dan wel versleuteld zijn en decentraal zijn. Toch zie je dat het handelen in Bitcoin of andere cryptovaluta
aan banden wordt gelegd doordat je alles bij de bank moet opgeven. Dus de transacties zijn niet anoniem en zijn wel aan allerlei regels gebonden. En ook de handelplatformen van dit soort cryptocurrency, die worden helemaal aan banden gelegd en kapot gereguleerd. Dus in hoeverre heb je nog die anonimiteit, bezit of privacy via Bitcoin? Ik ben daar vrij sceptisch over. Ik denk dat het heel goed in het idee past, maar dat zou je ook over Twitter of X kunnen zeggen. Je drijft iedereen naar waar het veilig lijkt en dan heb je ze in ieder geval allemaal in één ruimte. En hoef je alleen nog maar die ruimte onder controle te brengen. Of het nou crypto is, wat digitaal en virtueel is. Of Twitter, wat ook digitaal en virtueel is. Dus denken dat je autonomie en financiële zekerheid puur uit crypto kan halen, is echt een illusie. De fysieke wereld is nog steeds de basis van alles. En hetzelfde geldt voor social media. We hebben het fysieke contact, de meetings waar je elkaar spreekt en kan aanraken, dat moet de basis blijven. Het is hooguit iets wat het makkelijker maakt, of waardoor je een grotere menigte kan bereiken, of waardoor je sneller dingen kan ontwikkelen. Prima dat digitaal daar een functie in heeft, maar het kan nooit de echte wereld vervangen. Ja, ja. Heb jij nog iets wat je wil meegeven aan de kijker? Ja. Ik heb het eigenlijk ook al gezegd, maar ik vind het zo belangrijk dat ik het nog een keer herhaal. Volg je hart. We zitten in een tijd van grote verandering. En sommige mensen vinden dat heel beangstigend. Of worden er depressief van. Maar dat is allemaal wat er van buiten op je afkomt. En ik denk als je je hart volgt, dat je veel sneller bij je geluk kan komen dan dat je zelf voor mogelijk hield. En dat vergt misschien wat discipline en over je angsten heen springen. Maar uiteindelijk, als je dat een tijd doet, en dat kan echt al na een paar maanden zijn, dan ga je anders in het leven staan. Ga je andere beslissingen maken en kom je in je krachten staan. Dus ik kan dat iedereen aanraden, wat voor keus je ook maakt, naar welk land je ook wil, of dat je in Nederland wil blijven. Het is allemaal goed, maar volg je hart. En wat bedoel je daarmee, volg je hart? Is dat volg je gevoel? Het is volg je gevoel, maar niet het gevoel van alle dag, hè, de waan van de dag. Dus als je bang bent dat je dan vlucht of dat je hongerig bent dat je dan eet. Nee, wat ik met je hart volgen bedoel, is hetgene dat als een emotie langer bij je blijft. Intuïtie komt er erg dichtbij. Een roeping komt er dichtbij. Je morele kompas. Het zijn allemaal termen om een aspect aan te geven van wat ik bedoel met volg je hart. Van welke hartewens leeft er in je? Waar loop je al een hele tijd mee rond? Wat zou je het liefste willen doen? Dat zijn de vragen van het leven. En als je daarmee bezig gaat, dan zit je op de goede weg. Ja. Hey, en heb jij een tip voor mensen om bij die roeping te kunnen komen? Want een van de grootste problemen die ik zie bij de mensen, is dat ze bijvoorbeeld, hebben ze 15 jaar opleiding gehad, school met een studie, en dan komen ze van hun, hij is afgestudeerd, en dan vraagt iemand van, goh, wat wil je gaan doen, of wat is je roeping, dat weten ze niet. Dus ze hebben heel veel gestudeerd, maar ze weten niet wat hun roeping is. Dus ze zijn eigenlijk een beetje dolende en zoekende door het leven. Dus hoe, dan zeggen ze, hoe weet ik dat dan, hoe kom ik erachter wat mijn roeping is? Of waar mijn gaven liggen misschien. Hè? Dus ze weten het niet. Hoe komen ze erachter? Ja, een van de dingen die je moet eten. Je moet eten. Ik werd gebeld. Maar een van de dingen die ik aanraad is dat boekje van Paulo Coelho lezen, The Alchemist. Ja. En andere, en dat is misschien nog wel de belangrijkste. Dat wordt ook in het boek met de titel Flow behandeld. Mm-hmm. Is één worden met je bezigheid. En het liefste een fysieke bezigheid. Wat ik zelf heel louterend vind, is om fysiek te creëren. Of te sporten. Of te dansen. Dat je echt met je lichaam iets doet in de fysieke wereld. En het liefste iets creëren. Samen creëren met dansen. Of in je eentje creëren door je sportprestatie te verbeteren. Of een langere termijn project door een kippenhok te bouwen. Het doet er niet zoveel toe wat je doet.
als je het maar doet. En het alleen maar in je hoofd blijven zitten over wat je zou moeten doen of zou kunnen doen of waar je roeping ligt, dat geeft het antwoord niet. Maar zeg jij dan dat door het bezig zijn met het timmeren en het bouwen van zo'n kippenhok, daardoor kom je in een soort van andere geestestoestand waarschijnlijk, andere state of mind, en dan kom je open te staan en dan komen de ingevingen binnen. Is dat wat je bedoelt? Absoluut, ja. En het klinkt heel vaag, maar dit is echt precies zoals het werkt. Je over te geven aan het proces en daardoor geef je gedachten de vrije ruimte. En dan kom je op conclusies of openbaringen, zou ik bijna willen zeggen, die je niet voor mogelijk houdt. Ja, nou, hier sluiten we mee af. Ik wil jou enorm bedanken, Willem, voor al jouw wijsheid en kennis die je toch weer aan de mensen hebt meegegeven. Dus succes met al je volgende plannen en stappen. En als je in Nederland bent, dan lijkt het me leuk om je eens te ontmoeten. Insgelijks. Ik richt me even tot de kijker. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze wederom prachtige uitzending van de videopodcast Goed Gesprek bij de Springplank voor Vertrek. Als jullie het nou leuk hebben gevonden, doe me dan even een plezier en abonneer je op dit YouTube kanaal. Want daarmee word je ook automatisch en gratis onderdeel van onze Springplank community. Dus abonneer je nu. En volgende week gaan we praten met Luna. Zij zit in Guatemala. En zij heeft ook een heel mooi verhaal over haar reis en wat ze daar doet. En wat ze ook organiseert daar voor mensen die die kant op willen gaan. Dus nou, tot volgende week en bedankt voor het kijken.